Big data, wie heeft er niet van gehoord? Het wordt ook steeds belangrijker. En je ziet ook een exponentiële toename. Zo'n 90% van alle data die ooit in de wereldgeschiedenis is geproduceerd, is van de laatste 2 jaar. Maar wat doe je ermee? Als je er niet voldoende mee kunt, als je die data niet in informatie weet om te zetten, dan is die data zonder waarde, is die waardeloos. Dus de crux zit erin, hoe analyseer je die data? Hoe breng je al die data, die verschillende bronnen van data, bij elkaar? En hoe zorg je dat die ook worden verbonden om echt waarde voor de organisatie te creëren?